Uh, dit, je moet het niet onderschatten dat, dat als je altijd op middenveld hebt gespeeld en vaak nog aanvallende middenvelden of hangend linksbuiten en je moet in één keer linksback staan en je debuteert daar in PSV1, nou, dan, moet je, dan moet je gewoon erkennen dat hij het heel goed doet. Het is natuurlijk uh, geen echte pure linksback, uh, het is technisch een goede voetballer, goed in de combinatie. En, uh, ja, hij leert elke dag bij, zowel in de wedstrijden maar ook op training natuurlijk, waar hij uh, nu continu als. Uh, als back, Bek staat uh, geposteerd. En, ja, ik denk dat daar uh, voor hem een, uh, wel een, een toekomst ligt uh, als, als linkervleugelverdediger. En dan moet hij alleen zelf ook van overtuigd zijn. Dan, uh, dan denk ik uh, met zijn lengte, zijn technisch vermogen, hij heeft ook grote inhoud. Ik kan de hele wedstrijd blijven gaan. Uh, dat zijn allemaal voorwaarden die belangrijk zijn.